Een ontketende Mexicaanse straatvechter, een machteloze Max en natuurlijk contact met de Mercedes. Dit was de Grand Prix van Azerbaijan en dit is de Undercut. Mike, let's go, man. Mijn naam is Gander Bronkers en welkom bij de Undercut. Uh, bij ons in de studio hebben we vers uit zijn uh, Eerste Wereldoorlog dubbeldekker uh, Thierry Bakker, met je aviator Jack. Ja, dat, euh, euh, leuk man. Ja, ja leuk. Ja, leuk. Ja, dat, leuk dat ja, we gelijk alleen over mijn outfit beginnen. Maar. Ja, dat is koud. Dat, ja. je, dat je je bondkraagje aan hebt gedaan. Ja, dat is lekker. Weet <laughs> je hoe koud het hier is in de studio? Nee, oké. Okay, nee. En natuurlijk onze e-driver onze e in residence, David Plasman. En uh, van de redactie hebben we Daniel de Ruiter. Man, hoe lang hebben jullie uh, erover gedaan voordat oh. jullie dit uh, weekendformat snapten? Ja. Nou ja, wel, wel even. Ik bedoel... ik. Ik snap wat ze ermee willen doen met het verbeteren van de actie en dat je elke dag wat in ieder geval iets hebt. Alleen, ik, ik weet niet of ik er helemaal achter sta op deze manier. Nee, een cijfer, Daniel? Voor het format? Uh, ja, ik vond het prima. Ik, niet heel uitgesproken zeven, denk ik. Een zeventje. Ja, ik, wat ik vooral opvallend vond was dat het gewoon zo laat kwam. Uh, Zo'n bevestiging ook. Wist er allemaal een beetje van. Ja. ja, maar dat is wel typisch in, uh, in de stijl van de Fiat toch? Van <laughs> dingen last minute. Uh... Maar, maar Zo'n zo, zo zaterdag. Zit je dan echt nog op het puntje van je stoel te kijken? Van, nou, ik ben benieuwd of de sprintrace te bieden heeft vandaag. Totaal niet. Nee. Ik, vind, ik zou het zelf heel anders doen. Uh, als je echt sensatie wilt, eigenlijk dat is wat ze hiermee willen, hè. iedere dag een beetje meer entertainend. Uh, ik vind dan juist dat je met een reverse grid moet gaan werken voor bepaalde posities uh, en dan een budget cap natuurlijk uitschakelen want dit kan alleen maar een grote kostenpost worden voor de teams en op deze manier heeft het vind ik ja, niet heel veel meerwaarde ik nee. vind het oude concept echt uh, een stuk beter nou wat ik zou doen ik zou gewoon vrijdag houden dat gewoon lekker de vrije trainingen VT1 VT2 doen inderdaad wel die kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag dat is op zich wel leuk want dan heb je zaterdag vol actie maar hou dan wel de uitslag van de sprintrace ook als Uitslag voor de race op zondag. Nee, daar, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Want het hele idee achter die nou, sprintrace zaterdag, zeg maar, los trekken van de rest, is zodat die race een stuk spannender werd. Maar dat werd die helemaal niet, vond ik. De ja, de maar dat lag toch niet per se ook aan sprintrace? Nee, dat lag niet dat, niet dat de sprintrace direct afdoet aan de, aan de grote race. Uh, ik vond bijvoorbeeld de twee kwalificaties wel heel leuk, de races. Misschien wel een raar moment, die vrijdag, om op vrijdagmiddag gewoon de hoofdkwalificaties te doen voor de hoofdrace, dat iedereen nog op, op zijn werk zit. Ja. 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 Het kwam nu dan uit om drie uur. In Baku, dan wel vijf uur. Maar ja, uh... ja. Ik heb juist het idee dat je voor die sprintrace op zaterdag. dat er nu veel minder actie is. Gewoon puur vanwege het feit. Uh, als de uitslag van de sprintrace. ook de grid wordt voor de race op zondag. Gaat, wordt er ook nog gevochten voor elke positie. Ja. En nu zit het alleen tot de punten. en iedereen die buiten de top 10 ligt. die denkt toch ja, het zal allemaal wel. Is waarom, andersom... waarom zou ik mijn auto total los gaan rijden nu? Maar is het andersom ook niet zo. omdat je toch al gekwalificeerd bent voor de volgende dag. Dus ook al als je uh, tot en los rijdt je auto op tijdens de sprintrace. Zij ja, je alsnog op zondag ook op de grid, toch? Ja, maar je wil je team toch niet extra kosten bezorgen alleen voor een positie waar wat niks uitmaakt. Laat staan één punt voor P8. Nou ja, en anders kan je denk... nog vechten voor in, kosten in ieder geval. Zou je stel, iemand kan een inhoudactie maken, die staat bijvoorbeeld op P13, die kan daarmee in de top 10 terechtkomen. Dan is het natuurlijk een, wat meer waard om die actie te wagen dan voor een positie wat helemaal geen reet uitmaakt. Ja, maar het, waar gaat het over? Ik bedoel, uiteindelijk, ik bedoel, nu het verstappen dan een, een gat in, uh, in de zijkant. Maar anders was, die, was het exact dezelfde uitslag geworden. En ik denk dat ze juist spektakel willen met compleet verrassende uitslagen. En dan zou je dus een reverse grid, wat ik net al zei, systeem moeten hanteren met een DRS uitgeschakeld voor bijvoorbeeld zo'n sprintrace. En dan kan je nog echt verrassingen gaan zien. Ja. Uh, ...misschien ja, met dat veranderingen binnen park voor mij... ...dat die teams, hè, bijvoorbeeld ik noem wat een Williams vooraan... ...nog minder downforce kan gaan schroeven. Uh, nou ja, dan, dan ga je hele leuke races zien als je dat wilt. Maar op deze manier vind ik, uh, ik vind het heel weinig nieuws bieden. Ik vind het ook heel weinig verrassingen uh, aan ons bieden. Ik vind nieuws? het gewoon verplicht uh, een jonge coureur in die auto moeten zetten. Gewoon verplicht dat, dat die hele sprintrace gaat gewoon om andere coureurs misschien wel voor, ja. voor, een, voor een groot deel. Daar, ja. Dat zou ik nou fantastisch vinden. En dan ja, maar dan, dan is er toch geen Formule 1 meer? Nou ja, dat moet je daar natuurlijk, nee, maar dat, dan moet je daar natuurlijk een beetje mee gaan spelen. Dan kan je net zo goed een fan in die auto gaan zetten. Ja. Nou ja, nee. Ja, ook actie, dat, dat wil, ook nee, spektakel. Je ja, jij wil toch ook zien wie die jonge coureurs zijn? Jij wil toch ook wel zien eigenlijk dat of, of ze een Liam Lawson inderdaad kan opnemen tegen een Perez? Ja, maar ja. Daar, zijn, daar is de Formule 2 voor en daar Precies. is de Formule 3 voor. Maar over, ja. nog, het spelen is op zich niet zo heel erg. Ik bedoel, dat doen ze nu ook. Ik bedoel, als je zegt, je doet een reverse grid, het ook spelen. Dat, ja, dit is weer een experiment. Ik vond het wel leuk, jullie niet. <laughs> maar, nee, ja, nee daar ja. niet al. Uh, precies. Maar dat, <laughs> daar, daar dan ga je juist spelen. Misschien wel een keertje met een derde uh, een driver die verplicht dan moet rijden. Ja, op zich wel. Hè. Ik zie bijvoorbeeld niet zoveel in de reverse grid. Maar. Ja, ik, ik moet wel zeggen, als je dan naar, naar de rest van het weekend kijkt. je ziet zo'n verstappen die komt er niet echt in. in het hele weekend. En het, dat gaat ook niet meer gebeuren dan. Dan merk je toch wel dat hij dat toch wel een extra vrijtraining gemist heeft. Hè? Of, of zien jullie daar, kijken jullie er anders naar? Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, maar de rest heeft die andere vrij training ook gemist. Maar ik hoorde Verstappen aan het einde van de race zeggen van, ja, ik was nog tot diep in de race, was ik aan het spelen met de balans. En pas na, weet ik veel, 15 ronden voor het einde of zo, had ik eindelijk pas de balans die ik wilde. Dat betekent toch, ja, dat, dat, dat een deel van zijn, zijn mindere prestatie dit weekend ook een beetje te wijten is aan, aan te weinig trainingstijd. Zou kunnen. Ik denk ook gewoon dat het gewoon al in zijn geheel gewoon een minder weekend voor hem is geweest. Dat hij er wat minder lekker in zit, wat hij ook zei. Soms heb je topweekenden, soms zit het tegen. Ik denk dat het uh, vooral het laatste is. Uh, en we hebben dat ook vaker gezien met Singapore. zat het vorig jaar volgens mij ook het hele weekend niet mee. En toen hadden we ook gewoon alle vrije trainingen. Dus. Ja. Laten, we, laten we dan ook even meteen Perez erbij halen. Want ja, vorige keer zaten ze natuurlijk nog keihard te lachen om die wereldtitelverkant van, van Perez. Ja, nu is hij dan toch de koning van Baku. Uh, ik geloof dat ze hem in Mexico al op het schild gehezen hebben. Uh, en, en, dat, en dat ze voodoo poppen met moet Marco aan het doodsteken zijn. <laughs> maar het, het is natuurlijk wel. Ja, het, hij wil echt laten zien wat hij waard was hè, gisteren. Nou, hij was gisteren gewoon beter. Ik bedoel, uh, ik denk eerlijk gezegd. Als die safety car niet was gekomen en hij had langs Max gemoeten, dan was dat ook gebeurd. Ik bedoel, hij heeft een hele sterke race gereden. Je zag hem ook net voor de safety car zag je hem inlopen op Max. Zat ja, hij zat weer binnen de DRS. Ook. Binnen de DRS. Nou, hij wil uit gewoon een heel sterk weekend. Maar wereldkampioen. Ja, ik denk, we hebben Max onder druk gezien. Die is dan echt sterk. En ik denk dat bij Perez uh, voor hem is dat wel wat anders. Vooral voor een wereldtitel strijden. En ook vorig seizoen zag je ook, hè, ik bedoel, uh, zag je, uh, Perez begon sterk en later kwam Max meer met de auto, hè, werd hij meer één met de auto. Ah, toen ging het wel echt een stuk beter. Um, en ja, Bottas had ook wel eens een goed weekend naast Hamilton in de dominante tijd van Mercedes. En dan wil ik Perez absoluut niet vergelijken met Bottas, ik vind het wel echt een betere coureur. Maar ik, ik zie het niet gebeuren. Maar als hij ja, ja. deze koers door kan trekken, een heel seizoen door... Ja, dan maak je een serieus serieuze ja. Ik hoorde uh, Julian Palmer op uh, F1 TV zeggen... ja, ik krijg een beetje Bottas bot als 2.0-vibes hiervan. Ik, ik vertrouw Palmer sowieso een goede analist. Hij is altijd uh, neutraal en, en analytisch goed, goed ingesteld. Maar ik vond het wel een, eigenlijk bijna een doodsteek voor Perez. Maar ja, ik krijg een beetje Bottas bot als 2.0-vibes hiervan. Maar, ja. ja, maar het is natuurlijk ook wel... Perez heeft uh, natuurlijk... Twee jaren gehad waar hij gewoon echt gewoon compleet tot snot gereden is. En het is niet zo dat je dat ineens, uh, ondanks dat je nu twee goede races hebt gehad dit jaar, dat je in een klap daardoor kampioenschap contender bent. Wat ik bedoel, we weten als er soms de druk op zit dat het ook gewoon compleet mis kan gaan bij hem. Maar wat ik wel vind, hij heeft wel gewoon een serieuze stap gemaakt. Uh, überhaupt in de kwalificatie zit hij, er, uh, zit hij er al beter bij. En ook nu qua races, hij zit er vaker bovenop. Uh, in ieder geval krijg ik het gevoel dat hij vorig jaar zat. En vorig jaar begon hij ook sterker. Maar hij zit er nu consequent dichterbij dan dat hij, dat hij toen zat. Yeah. Hij kan nu echt profiteren als Verstappen minder weekend heeft. dat hij dan boven komt drijven. En dat is wel, wel gaaf om te zien. En ik denk, ja, als dat een, uh, een Bottas 2,0 wordt. Nou, misschien wordt het een Rosberg die, die over een paar jaar misschien een keer mee, wel mee kan vechten voor het kampioen. Maar maak maakt wel stappen en dat moet je hem wel meegeven. Ja, ja. maar Perez is ook eigenlijk gewoon een specialist nu aan het worden, toch? Hoe lang rijdt hij? Hij rijdt ook al zijn twaalfde seizoen, volgens mij elfde seizoen. En op bepaalde circuits gaat hij goed, een specialist. En dat, dat is zo, zo moet je hem zien. En hoe meer Liberty Media bezig is met het halen van die straatcircuits... krijgen die specialisten ook een kans. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dat, hoeveel <coughs> tijd zou die nog hebben, dat weet ik niet, maar... Die specialisten die misschien een kans gaan krijgen op een gegeven moment. Dat, dat is voor een sport natuurlijk ook wel een leuke dynamiek. Wat ja, kijk jij daar dan naar? Waarom die juist op die, die uh, straatcircuit zo goed is? Ja, ik, straatcircuit. Ik bedoel, vorig jaar vond ik bijvoorbeeld Monaco. Vond ik hem helemaal voor aan het einde van de race helemaal niet geweldig. Ik bedoel, er zat een hele trein achter hem die echt serieus klap harder konden. En misschien die, 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 durft hij, omdat hij echt het. Hij voelt echt de druk. Dat hij, hij moet nu eens presteren dit seizoen. Want ik bedoel, ja, zoals Thierry net zegt, hij heeft echt. Hij mag ook wel een goede race rijden. Hè. Vorig jaar uh, <laughs> nog in gevecht voor tweede. Dat jaar daarvoor was natuurlijk ook best wel een uh, afgang. Uh, had vuurtjes weer aangewakkerd. Nee, nee, maar het, nee, totaal niet. Nee, ik vind nee, Maar hij verdient het je je alleen. Misschien weet hij wel van. Ik moet het risico meer nemen om mezelf te bewijzen. Omdat ik al heel veel ja, slechte prestaties heb geleverd. En op een stratencircuit is het gewoon een groot risico om super dicht langs, uh, langs de muren te gaan. Dat zag je ook gisteren bij Perez en bij Max. Hoe dicht die allebei af en toe langs die muren gingen. En als je dan. Nou, ik zag Lewis dan gaan bijvoorbeeld. Die liet toch echt een stuk meer marge uit veiligheid. Dus dan zie je wel hoe die jongens allebei aan het pushen zijn. En misschien dat Perez dat net wat eerder in het weekend doet. En dat is ook vertrouwen. Het is niet alleen maar van... Ja, ik ga domlopen, pushen. Het is ook het vertrouwen wat je in je auto hebt. Misschien heeft Perez dat nu... Wat meer dan Max in het begin van het seizoen. Ik hoorde Winster ook een analyse doen dat die Perez vooral in de eerste sector heel goed was. En daar zit zit vooral van die 90 graden, van die hoekbochten. En dat hij veel uh, soepeler op de, op de uh, tractie de, en de acceleratie is. Soepeler op, op het gaspedaal. En dat zag je natuurlijk ook wel tijdens de race. Dat Max juist zijn achterbanden inderdaad gewoon op waren op een gegeven moment. Terwijl Perez gek genoeg nog door kan. Normaal gezien is het andersom. Heb, heb jij dat ook zo gezien of zeg je nee? Eerste stint wel. Uh, laatste stint niet Zag ik Perez juist meer glijden uh, Vond ik Max wat strakker liggen juist Bijvoorbeeld uh, um, Voor de, het laatste rechtstuk stuk Heb je die bocht waar ze heel vaak de muur hebben geraakt hmm. Of dat, in ieder geval die Tech Pro barrier En daar zag je Perez nog een paar keer uitstappen Waar je Max wel heel strak zag rijden En uh, dat is vooral de laatste stint zo, Dus het is een beetje stuivertje wisselen wat, wat dat betreft Maar misschien dat Perez Het asfalt op een straatcircuit Is ook heel anders Als op een circuit naar ik noem uh, Bahrein of een Barcelona. Dat is een, dat is een wereld van verschil. En misschien weet Perez daar net wat beter mee om te gaan. Ik kan ik me niet voorstellen alleen. <laughs> nee, uh, maar het is wel, ik, ik moet heel erg zeggen. Die uh, Verstappen zelf. Je uh, zag dat hij het een beetje lastig had. Hè, met, uh, met het hele weekend eigenlijk. Hij was een beetje aan het klagen over, over het format natuurlijk. Um, en dan zien we eigenlijk ook nog eens een keertje. Meteen al in het, die, die sprintrace. Die actie met Russell. Uh, waar hij toch nog wel... Nou oh ja, redelijk uit zijn uh, dak gaat <laughs> tegen Russel. Terecht. Um, nou, ik vind het wel ik vind een hele lompe actie. En het deed mij wel een beetje denken aan, uh, mij 2017, Budapest, Max met Ricciardo. Dat was van Max net zo'n lompe actie. Alleen, ja, hoeveel ervaring op Max? Russel zit al een tijdje in de Formule 1 nu. Uh, maar voor mij is het een beetje de instelling van beide Mercedes-coureurs. Dat heb je op Australië gezien. Toen zag je ook uh, Russell in bocht 1 er maar heel lomp tussen gooien. Als Max daar zijn lijn had gehouden, dan waren ze er ook samen afgegaan. En het was idem met Lewis. Als dus Max ook gewoon scherper had ingestuurd wat hij had kunnen doen... Nou, dan had hij exact dezelfde schade gehad. Dus ik denk echt dat het een beetje de instelling is van de beide mercedes coureurs En ik snap het, want die moeten een plek pakken. En stel, als nou, ze rijden een beetje schade, stel hij raakt de radiator, is Max gewoon klaar. Mm -hmm. nou, het is wel een, een grote kans op een podium voor, voor Russell, die die echt wil pakken. Ja, ja ik heb zoiets van. Ja, het is een lompe actie van Russell, maar aan de andere kant. Het is, wel weer, het is wel weer actie, het is wel weer spektakel. In het verleden hebben we Max ook vaak genoeg dit soort acties ah, zien ja, doen. En hebben we ook gezegd van ja, maar het hoort er ook een beetje bij. En dat vind ik wel. Weet je, het is Baku, het is een enorm krap stratencircuit. Ik geloof in uh, de tweede versie, van, wanneer was dat? 2016 of 17, dat we de meest chaotische start, geloof ik, ooit hebben gezien waar iets van vijf auto's toen werden uitgeschakeld omdat ze allemaal elkaar raakten. Ja, het hoort er een beetje bij. Op ja, in f twee heb je van uh, ja. twee gezien. Uh, dus dat Lekker dat op elkaar stijgen. Daar, 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 daar Ja, maar daar leent Baku zich heel goed voor. Dat maakt het aan de andere kant ook weer een heel vermakelijk circuit. Juist ja. omdat dit soort foutjes heel snel gemaakt worden. Alleen, ja, nu is Max een keer de lul. Ja. Daniel, jij bent bij 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 Fireplay-analyst bij Tom Coronel langs geweest, toch? Uh, hierover. Hij, hij, ja. hij had hier een, een zware, vrij genuanceerde mening over gehad. Geloof ik, hè? Ja, dus, toen... uh, Ik, ja, ik zei... denk dat we het filmpje klaar hebben staan, zelfs trouwens. Dat was uh, uh, Prinses George en ik ga niet aan de kant voor verstappen. Ja, weet je, kijk, weet je, dat is normaal. Als jij je helm net eventjes afzet, uh, zeg ik altijd, je moet de keur 20 seconden even alleen laten, krijg je dan de microfoon onder je snuffert, weet je, zit die adrenaline zit er nog gewoon in, dan, zit, dan ben je nog helemaal hyper, weet je, en dan. Dat heeft daar niks mee te maken. Kijk, ja, Brussel in principe, ja, die gaat ervoor, uh, dat begrijp ik, maar je moet niet vergeten. Hij raakte wel Max. Ja, dat dan betekent het dus dat het schijnbaar niet kon, weet je. Dus neemt hij iets te veel risico. En dat is natuurlijk gewoon wat Max wil uitleggen. Je vriend, uh, gaaf dat we aan het rezen zijn, maar als je als je bij mij schade rijdt, ja, dan, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. En die begrijp ik, dat, want dat hoort er niet bij. Ja, ik, ik vond het een leuk uh, leuk fragment. Ja, wel een hele goede analyse van waarom dit tot tot, tot stand kwam, toch? Ja. Ja. Ik, ik moet zelf zeggen, ik vond het zelf ook wel gewoon. Het was sensationeel. gewoon. Het was leuk om naar te kijken. Verstappen is misschien wel typisch. Dit gewoon, terwijl alle camera's erop staan, gewoon Russell daar aanspreken. Dat, 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 heel, nou, dat dit, is groot. Uh, ja, dat, was, dat, dat echt is wat hij ook en, gewoon uiteindelijk wilde. Man. En ik snap, dit is, dit is inderdaad, ik, vind, ik snap wat uh, Coronel zegt. Van, hij moet niet te zwaar aan tillen. Hè. Dat is eventjes uh, heat of the moment. Maar het, ik vond het wel echt heel lekker om ja. even te zien. Ja, maar ik vond het excuus gewoon zo slap van Russell. Zeg gewoon, sorry, uh, ja. ik wilde te veel, maar ga niet ja, dat zeggen. Dat heb je ook gezegd, toch? Nee, hij zegt nee, ja, ik heb koude banden, dus ik uh, onderstuur. Ja, dat weet je. Iedere dat ik zou wel maar, was ook wel Max ja, zegt, dat was iedereen... ook heat op de moment. Zeg maar, koude banden. Ja, op de moment. Nee, dat is, nee maar... dat is geen excuus. Bedoel, iedereen, iedereen heeft koude banden en, maar voor... dat zei hij in, in, zeg maar, in moment nog. En dan kwam hij eigenlijk de volgende dag wel weer een beetje op terug. Was hij wat genuanceerde je, zelf je, je ook in naar die naar die camerabeelden kijken. Je ziet gewoon dat hij recht doorgaat. gaat, uh, en dat zal zeker ook aan die koude banden hebben gelegen. Maar hij ja, heeft gewoon enorm veel onderstuur. Maar ik snap deze acties van Russel, snap ik 100 procent. Als het daadwerkelijk ergens om gaat. Ze gaat. Dus gaat voor een titel, uh, noem maar op, dan snap ik zo'n actie. Alleen voor hetzelfde geld uh, kijk, rij je ook je eigen auto stuk en rij je jezelf de race uit. En vooral voor Mercedes, die moeten gewoon blij zijn met elke finish binnen de top 6. Of elk puntje. Nee, elk puntje is overdreven, nee. maar binnen de top 6. En ja, dan vind ik dit gewoon een hele, hele stomme actie. Maar Russel, ja, ik, ik ben totaal geen fan van de persoon en coureur. Uh, Russell. Ben je überhaupt fan van Mercedes ook of niet? Dat is <laughs> ja, misschien een nee, beter Ik vind, ik <laughs> vind, de, ik vind, de, ik vind team, ik vind het team aan zich, vind ik het echt een fantastisch team. Het is nog steeds een van de beste teams. Dus je ziet wat die gedaan hebben. Zo dominant ben je, dat, dat wordt je niet zomaar. Maar ik vind, uh, ik vind Russell als persoon en als coureur, ik vind dat echt helemaal niks. Ja, we over, 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 uh, over blunders gesproken. We moeten toch nog eventjes die uh, naar, eh, we zitten in de race. Peres nadert verstappen, wel een beetje verstappen begint een beetje te klagen over die banden. Dan ineens zien we Nick de Vries uh, op een plek staan waarvan je denkt: Hé, hey, dat wordt een safety oh. car. Iedereen denkt dat, maar bij het boel dachten ze dat niet. Ik denk dat ze het wel dachten, en dat is gewoon te snel. We hadden gehandeld, Ze dachten: Ah, kon nu maar binnen die safety car. Komt zo maar, het duurde gewoon net iets te lang voor ze. Ja, maar het was mij in eerste instantie ook onduidelijk. Of je laat je hem toch een ronde buiten ja. Ja, maar ik zeg denk... toch Max, Max sorry, ja, je moet even rondrijden. Ik wachten. denk dat ze gedacht hadden dat hij gewoon doorgeschoten was en dat hij in zijn achteruit kon doorrijden. Ja, dat is ja. wat Horner zei. Absoluut. Maar als je dat ziet, dat die auto daar staat, en dit is Baku, waar alles een gele vlag is of safety car. Want er is. Ja, maar niks. denk je niet dat ze. Ja. Dat ja. dat nee, dat, maar dan zijn. zeg je toch tegen hem. Ik stond echt voor mijn televisie te schreeuwen. Van doe niet zo dom. Laten we niet voor één ronde langer buiten. Fine, geen probleem. En hoor ik Horner zeggen later op de televisie, ja, we waren bang van de undercut. Van wie was die undercut dan? Die was dan voor de geweest. geweest. Oh, dat is je eigen teamgenoot. Nou kun je dan niet bang zijn voor de undercut. Nee, ja, misschien voor de undercut deze uitzending. Ja. Dat ze daar heel bang voor waren. Ja. En terecht ook. Ja. Maar ja, dit is toch, ja, ik weet niet. Ik vond het echt een tactische blunder. Ja, het was een zeldzame fout, denk ik, van hun. Maar, uh, ja, weet je, dat gebeurt. Dat gebeurt. Ja, sta, ik, ik sta er exact zo in. Ik bedoel, vorig jaar ploft volgens mij Willeclair's motor. En dan profiteert Red Bull op zo'n moment bijvoorbeeld van. Uh, het ene, de ene keer valt het kwartje jouw kant op, de andere keer niet. En ik vind dat Red Bull heeft zoveel uh, goede, goede keuzes gemaakt, tactisch gezien. En misschien, ik ben het met jou eens, er, ik stond ook tegen van wat doen jullie. Maar ja, ik, en het, als, je, als je aan de andere kant van wat Thierry zegt, ja, het lijkt alsof hij gewoon tegen de muur schijnt en dat hij nog wel achteruit kan rijden. Dat, dat, ik denk dat het team dat heeft dat hij de auto kon herstarten, nou, dat kon waarschijnlijk niet meer. Dus wat dat betreft, als de Virtual Safety Car was geweest, had het misschien nog had het een voordeel voor Verstappen geweest. Ja, precies. Ja. Zo het zo. Ja, maar is, zeg, is het andersom niet gewoon mogelijk dat ze dachten: dit wordt gewoon een safety car. Dat je hem juist naar binnen haalt. En dan is het ook steeds een foute keuze. Maar dat ze juist die gok namen: van ah, haal hem maar snel naar binnen. Want straks moeten we voor Perez kiezen. Hè, want die rijdt daar achter. Of het is de invloed van Laurent Mackis die binnen de Red Bull familie ja. die al zit. Ja. Conspiracy ja. Theorie gelanceerd. Ja. Ja, ik, of, of de vader van Perez uh, ja. heeft Helmut Marco omgekocht. Zo. <laughs> nou, anders worden we straks weer afgeslacht ja. in de comments. Uh, nee. dat we het niet of we afgeslacht worden in de comments. Jij ja. Uh, ja, was lekker aangepakt. Nou, ik, ik geloof... Uh, sorry, lieve kijkers. Het was een grapje. <laughs> nee, ik werd er natuurlijk uh, redelijk aangepakt omdat ik vorige, of twee weken geleden heb zitten vertellen: ja, zo'n coureur hoeft maar 25 weekenden per jaar te werken. Wat zeurt hij nou als hij harder moet racen? Het was stemmingmakerij, jongens. Niet te serieus nemen. Maar ik moet wel zeggen: alle reacties erop waren natuurlijk vrij duidelijk. Want die gasten hebben ontzettend hard gewerkt. Die moeten ook heel hard werken. En het is natuurlijk heel intens uh, om, om een uh, prof-coureur uh, te zijn. Snap ik ook wel, maar ik, ik, moest er, uh, ik moest er wel een beetje om lachen, inderdaad, uh, om al die reacties. Ja, de, de tafel uh, reageerde ook niet echt op, je, op jouw, op jouw uh, sarcastische opmerking. Nee, en omdat wij allemaal <laughs> wel zo. een hersens hadden, en dachten van ja, dat slaat natuurlijk helemaal. <laughs> Kijk, ja, ik, ik voelde me niet gesteund door jullie, nee. jongens. Nee, Kek, hè? Nee, ik, uh, ik voelde echt de tapijt onder me. En, en, en dan vind jij het gek dat ik vandaag grapjes ga zitten maken over je, over je aviator, Jack. Nou prima, dan krijg je hem volgende keer krijg je hem weer terug hoor. Ja, ja toch, voor je, voor je verjaardag. Ja, een, laten altijd, ja, laten we daar niet op beginnen. <laughs> is je, waarom hebben jullie dat niet gedaan? Ja, nee, dat... Uh, nee, ik weet een vrienden die dit nu zitten kijken gaan alweer lachen. Maar dat we waren misschien een keer voor een special. Oké, oké. Ja, dan gaan we, gaan we daar later weer over. Um, ja, ik, ik moet wel even zeggen: het wilde nog eventjes, Tim Kraai uh, Tim, Tim was. Is natuurlijk niet hier nu omdat hij nog in Baku is, of nog niet terugkomt. Dus waar zit hij nu in Rome? Uh, fantastisch om te zien dat hij, uh, ja, dat hij daar echt verslag heeft gedaan. Weer van een uh, van Grand Prix. Tof om te zien dat GP-Blog er ook is. No. En uh, hij heeft zijn eigen versie van een, uh, van, van een korte samenvatting uh, van het weekend... vanuit de paddock ook uh, voor ons opgenomen daar. Beetje winderig, dus sorry voor het geluid. Maar dit is Tim vanuit Baku. Na de Grand Prix van Azerbaijan ging het voornamelijk over de dominantie van Red Bull Racing. Aan de ene kant had je Christian Horner die zei dat... Dat het marathonseizoen was en dat de concurrentie nog met updates zou komen in, in uh, Europa. Aan de andere kant gaf Toto Rolvo aan wat eigenlijk iedereen wel ziet. Namelijk dat Red Bull gewoon eigenlijk op een eigen eiland zit en dat je daar achter Esther Martin, Mercedes en Ferrari hebt. En als we kijken naar de data dan is dat ook ja, eigenlijk wel terecht. Want vanaf het moment dat verstappen Perez ging pushen na de herstart, ja, reden ze fluitend weg van Leclerc. Ze waren 0,8 seconden per ronde sneller dan Leclerc, waardoor het gat uiteindelijk aan het eind van de race 22 seconden was met Leclerc en Alonso. Het gat met Hamilton en Sainz was zelfs nog groter, zij werden op 46 seconden gereden in maar 38 rondjes, oftewel meer dan een seconde per ronde werd er verloren door dat duo. Dus Toto Wolff heeft daar wel redelijk gelijk in. En wat mij vooral ook opvalt is, niet alleen Toto Wolff heeft gelijk, maar nu hebben we dus eindelijk kunnen zien, als die twee gasten elkaar pushen, wat er, wat er gebeurt. Ze zijn, die Red Bulls zijn een, uh, zijn een klas op zichzelf. Ja. ja, die laten nog niet eens alles zien. Nee, ja. dat zei Leclerc ook al, maar dat denk ik dus niet. Ja, ik denk, wel. als je kijkt hoe weinig marges ze ook lieten bij die muren. Ze, ze hebben iets van beide twee keer dat muurtje geraakt, uh, vlak voor dat lange rechte stuk. Hij wil niet zeggen dat ze echt op de volledige motorstand zitten, Nee, en nou, die hebben dat... nog onderdelen liggen hoor. Dat weet ik. Ik ben in ieder geval daarvan overtuigd dat zij, uh, en vooral direct op circuits als uh, Imola, daar ga je denk ik uh, nog wel een stuk meer zien uh, van Red Bull. Ja, nou, ik ben benieuwd, maar ik heb het, ja, ik weet niet, ik, ik vond dat, ik denk dat ze wel redelijk echt op de, op de limiet zaten nu. En dat gat ook, dat ik bedoel, wat Tim ook zegt, dat is gewoon verder ook te bizar op, de, op dat volgende team, hè? niet eens op, op, de, op het middenveld, de maar 0,8 seconden. Ja. Het is gewoon eigenlijk een nieuw Mercedes tijdperk waar, ja, we, uh, waar we in zitten. Ik moet wel zeggen, hij, uh, hij appte later van jongens, uh, het, het begint hier ineens te regenen, er komt nu een bak uit de hemel. Had wel een half uurtje eerder gemoeten. Ja, maar dat is oh, ja, altijd zo? Die race, die had het wel nodig. Hè. Ik vond het zo tof. Ik vond het een echt spectaculaire race. We gaan met 350 km per uur door een stad en helemaal gek. Het ziet er fantastisch uit. Het is, het is exotisch. Uh, het, het is in een boevenstaat, dat is ook altijd leuk. Maar ik moet wel <laughs> zeggen dat, dat, dat ja, die, die race bloeden wel een beetje dood hè? Uh, bloed bloeden een beetje dood. Ja, kun je nou, aan als je, als je dan zo'n Ocon bent die dan gewoon zit te bidden voor een safety car? Dat die op een gegeven moment ook gewoon over de bordradio iets riep: als, hé, hey, het wordt donker hier. Ja. In de hoop dat er iets. Ja, ja Ik hoopte is. wel een beetje op een uh, soort van Rusland uh, 2,0, wat twee jaar geleden hadden. Dat je gewoon de laatste oh, ja, twee ronden, ja. dat je nog even zijn slachting krijgt met een rode vlag daarna of zo, op, op, op regenbanden weer starten. Ja, eigenlijk zou je gewoon een, een Latifi moeten inzetten of zo op zo'n moment. Ja, Want, ja. Dat, die dat... daarvoor in dienst is, die doet dat gewoon. Ja. Ja. Dat zo'n spikes ja, gewoon even ja. ergens omhoog. Ja. Ja, wat ik wel dacht, die, laatste, die, die, die hele laatste stint, dat hebben wij het hele jaar nog niet gezien. Dat, dat er gewoon een strategie die in, aan het begin van de race werd gemaakt, ook uitgerold kon worden. Dat we konden zien echt dat teams het strategisch tegen elkaar opnamen. En hier hoopte ik er dan ook een beetje op na dan die eerste uh, neutralisatie van die safety car. Maar ook dat kwam gewoon niet, want dat was het eigenlijk maar een éénstopper na die safety car. En je hoorde nog even twee keer met mensen zeggen, ah oh, we gaan nog naar die medium band. Nee. En toen heb de dood. Ja. Maar als je inderdaad nou naar nou Ocon kijkt, die, die al bijna de hele race reed, dacht ik, nou, dat gaat niemand meer doen. Nee, dat is helemaal niet nodig. Ja, het, het is wel jammer, want ik had er echt zin in gehad. Ik ook een maand lang geen race gezien. Ik zat echt hard op voor mijn tv. Ja, en Baku, hè? Baku is normaal gesproken echt wel een, uh, ja, een spectaculair. Of tenminste, het is een beetje het cijfertje, wisselen, maar. En Vaak wel, wel een interessante doen. race. Maar zelfs in het middenveld reden ze dus op een gegeven moment gewoon keurig... Uh, maar was acht, die DRS misschien te kort gemaakt? Misschien Deuze wel. Daar is de VIA natuurlijk mee bezig. Je hebt elke keer die DRS kort te maken. En hier was dat eigenlijk... Dat, die eerste bocht was altijd wel een spektakel. Ja, ja maar daar was Leclerc nog niet. sneller in <laughs> Ja, dat is <laughs> Dan was het nog genanter geweest. <laughs> maar dan was het misschien tussen Verstappen en Perez. Yes, uh, ja. ja. Nee, ook niet. Hè. Leclerc, die, die zei ook wel... It was the loneliest race ever, zei oh, in de room. Ik kan me wel iets vervorsen. Die hij ja, heeft het wel een goed weekend gehad. Ja, ja hij heeft maximaal gepresteerd. Ja. Vergeleken met zijn teamgenoot Saints, die er totaal niet bij zit. En hij, Leclerc haalt altijd het maximale eruit. En neemt ook, ook altijd heel erg veel risico. Zagen we natuurlijk yep. ook in de kwalificatie. Maar dat is wel waarom hij op deze plek staat. Want... Anders Alonso, die pakt iedere keer podiums hè, hiervoor. Die staat er gewoon niet omdat Leclerc gewoon even iets meer uit die auto had. Dan de eigenlijk in zit. Maar over Alonso het... wil ik ook nog wel iets. Hebben jullie op een gegeven moment meegekregen dat hij zat te vertellen hoe Stroll zijn rembalans moest veranderen. Ja, prachtig. En letterlijk twee ronden later zie je op zijn stuurtje over oh, de bocht af. Ja. Ja. Je, je zag gewoon op het moment, ik weet niet of die daar op dat moment aan het doorvoeren was wat hij van Oma Alonso had doorgekregen. Ah, maar die twee zo, een beetje de road, weet je, op Pa en zo, Nina, ja. die daar gingen. Op een gegeven moment zijn ze ook van, Stroll, ik ga hem niet aanvallen. Ja. Ja. Weet je? Ja. Ja. En ik, het was ook best wel hard verwarmend. Ik zat echt kijken, oh, ze gaan echt met z'n tweeën door dat er veld heen. heen. Ja, ja vervolgens deed Alonso van naar voren en bleef Strol weer een beetje achter. Maar ja. Uh... ja, maar ik ja. Wel mooi vond Fernandes antwoord ook was mooi oh, blij was. Fernando's antwoord was. Kan die best proberen. hoor. Uh. <laughs> <laughs> ja, dat leek ook succes. Ja, ja ik, ik moet wel zeggen, ik, ik vond het wel leuk om te zien en, en wederom Alonso wel weer een uitstekende race, maar een beetje ja bloed een beetje dood. Toch moeten we wel heel eventjes nog over uh, over Nick de Vries gaan hebben. Um, ik denk dat het niet lang meer duurt voordat hij bij hoofdmeester Marco even tekst en uitleg moet gaan geven. Je ja. hebt hem vijf races gegeven, toch? Vijf races? In, ja, ben je nog steeds, zeg maar. Nou ja, dat dit, je, dat je de, het de volgende race race, vijf, dat toch, dat je, Nee, dit is vier. Dat je een volgende race in Miami neemt. Dat hij er weer staat. Ja. Ik zou ik sta het hopen. Ik zou het fantastisch vinden. Maar, maar is ik het dan zeggen. niet al wel schade al geleden? Kijk, hij, hij rijdt nu gewoon te veel schade. Maar ik vond hem voor de rest zijn race, hoe die begon, niet heel slecht. Hij had redelijk tempo en maakte redelijk aal, ah, redelijk wat mensen in, dat hebben we ook niet echt... Sprintrace heeft hij ook nee. een paar nee. mensen ingehaald. Maar het is gewoon, ja, hij verpest het gewoon met die fout. Maar ik denk als hij dat niet had gedaan, hij bleef gewoon doorrijden zoals hij reed. Dat hij ja. op zich misschien nog wel een puntje had kunnen pakken. Nee, ah, joh. Hij had daarvoor een actie, zat hij in de binnenkant, bebocht Eén, ik weet even niet meer bij wie. En hij komt er via de binnenkant niet eens langs. En dat is puur lef. Dat was volgens mij Hulkenberg. In ieder geval een actie dat je aan de binnenkant zit naast elkaar op de entry... Die bocht heb je gewoon, vooral daar. Daar kun je aan de buitenkant eigenlijk niet eens lekker naast blijven. En dan, dan nul je dat niet. Ja, het is niet best. En ik heb absoluut geen leed van maak. Want nou, we hadden het er voor de uitzending al even over. Ik heb wel gezegd van hey, iedereen... ...het maar Latifi uitlachen... ...en een Mazepin echt helemaal kapot maken in de Formule 1. Maar op dit moment is Niek gewoon hetzelfde. En wij als Nederlanders hebben er een sport van gemaakt... ...om Mazepin echt complete grond in te boren. Latifi complete grond in te boren... Nou, dat was al weer hersteld. Nou, nu dat we 2021. Ja, oké, okay, maar nu, nu, nu verder vries. Ja, het is gewoon niet best. Het is, en ik, ik vind het absoluut zonde. Alleen het moet wel beter. Ik bedoel, Tsunoda die pakt wel de punten voor het team. En die auto die kan misschien best lastig zijn. Uh, maar als je een topcoureur bent. Wat Niek wel bewezen heeft in andere klassen, dat wil we ik er wel bij zeggen. Moet je er meteen staan. En dat is gewoon absoluut niet het geval. En het zijn twee mega domme fouten die er worden gemaakt. En dat weet hij zelf. en Wij kunnen het hierover hebben. Maar ik weet zeker dat Niek er 100% mee eens is. Als je erop terugkijkt. Ja, dat, dat gaf hij ook wel aan, natuurlijk in de post race interviews. Die uh, weet dat hij dit fout heeft gedaan. Ja, ik, ik hoop oprecht dat hij, uh, dat, hij de, de, dat hij de turnaround kan vinden. Uh, want anders ja, vraag ik me af of hij het einde van het jaar haalt. Wat well, ik nog wel nog ja. eens Frans Toos, die gaat weg. En die zegt van: ik, ik wil die roekjes allemaal wel drie jaar geven. Als hij dan nou gewoon even dat contract. Nog voordat hij weggaat aan hem geven. Ja, nog contracten bij ja. Red Bull, die, dat, die zijn ja, ook maar... echt heel weinig waard. Ja, Met iedereen gezien. Ja, inderdaad. dat maakt echt helemaal niet uit. Al heb je een vierjarig contract, je wordt gewoon eruit gegooid als reservecoureur. Of je mag PR dingen gaan doen. Maar... Nee, maar op deze manier twee jaar doorrijden is natuurlijk ook een martelgang. Laten we eerlijk zijn. Dan wordt het echt het lachertje van de familie En dat moet je echt niet willen. Dan wil hij zelf ook niet op zo'n manier. En hij ja. komt Lars en als, als het zo doorgaat kan en zich een klaarmaken. Ja. Ja, nou, dat, uh, uh, volgens mij wordt het eens dus een keertje tijd dat we doorgaan naar, uh, naar de WTF van de week. Uh, we hebben een paar keuzes weer. Hebben jullie, hebben jullie zelf uh, voorkeuren ja, Ik, er ik denk dat hij erop staat. Ik heb me bewust ook niet gekeken wat jouw What the fuck zijn, maar ik denk die fotograaf uh, op het einde bij, uh, bij ook komt. Want wat de fuck was dat. <laughs> ja. Ja, om die, uh, die inderdaad uh, door, door een meute fotografen heen moest. Jezus Christus. Uh, ja, dat was wel een heel pijnlijk momentje. Vooral, het mooiste vond ik nog wel dat de, de VIA-stewards vervolgens de VIA-delegates gingen uitnodigen om, om te vragen hoe het zit. De VIA nodigde VIA uit om door de VIA's <laughs> gestraft te worden. Fantastisch. <laughs> ja, nou, dat was ook wel... Zelf-evaluatie. Uh, zelf, ja, zelf <laughs> ja. Ik had ook nog wat, wat de fuck Meer de tragiek van, van science. dat was heel tragisch, maar ook wel... Ik heb, moest er een beetje om lachen, gewoon wat daar gebeurde. Je omschrijft het echt als een Shakespeare -stuk, Ja, zo. Nou, uh... Dat, dat, dat zo, zo ontving ik het eigenlijk ook. Want hij kreeg zo te horen: oké, okay, het tire is good, go hunting. En echt voor mij twee ronden daarna was hij gewoon drie seconden kwijt. Weet je, Fox zo zitten sneu. Weet je, wat gaat daar fout? Ja, die ja, uh, vraag voor jij <laughs> is het wel niet gelukt. Uh, mm -mm. Nee. Nou, dat uh, uh, jij ook wel een nog gevraagd toch? Wat? Ja, de ja. Ja. coronel die vond, uh, die is uh, heel blij met science Normaal dus vindt ja, uh, hij hem, hem een belofte, maar dat, ja, dat, dat stagneert. Dus blijf kijken als je wil weten wat coronel ervan vindt. Oh. <laughs> wat zijn de odds? Ja, als, jij, als jij het niet doet, doe ik het wel. Ja, nee, heel goed, heel goed. Heel goed. Uh, heb jij nog een inzending voor de What The Fuck van de Week? Nou ja, die fotografen. Toch wel, ja, hè? Ja. Ongelooflijk, want het kan echt helemaal misgaan. Ja, dan, dan, dan kies ik toch voor die, uh, voor die Gasly, dat die auto overduidelijk in de fik staat. En die hij is gewoon rijdende vlammenzee, die wagen. En je hoort die, 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 die uh, engineer zeggen. Nee hey joh, rij maar rustig terug naar de pits. Terwijl je denkt, gast, die auto staat in de fik. En echt acht bochten later of zo komen ze achter ze zet hem toch maar aan de kant. Ja, toen was het natuurlijk al veel te laat, is dus die hele auto natuurlijk compleet uitgefikt. Wat ik wel heel knap vind, is dat ze nog voor de sprintrace wel weer opgelapt hebben die auto. Maar ik dacht echt bij mezelf, jongens, kijk nou even op je schermpje. Je ziet toch zelf ook wel dat die auto in de fik staat. Het enige wat je ermee opoffert is de sprintrace. Who cares? Maar ja, dat uh, en trouwens ook die dat bewijst toffe... denk ik ook. Waarom, misschien, waarom dit format een kleine wijziging nodig heeft? Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk inderdaad ook wel. Nou ja, goed, um, Miami volgende race binnen een week al, ik ben er wel blij mee. Ja, eigenlijk. fake Marina's, ja, ja, krijgen wat weer uh, ik water dit keer, hè? toch echt water. Echt water. Ja, 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 ja. en hoe heet hij ook weer die andere, die Billy, uh, die Billy Rips? Of uh... oh ja. Yeah. Met Chuck Leclerc. Ja, we talk to Chuck Leclerc Ja, met Chuck Leclerc Klopt. Oh, heerlijk. Ik hoorde dat Chuck. Die, dan ga ik wel. Die politie. Uh, politie zullen we die dan uit een, uh, vanuit een restaurant kijken met spijribs? Want ik kreeg meteen honger van die, van die Willy T-ribs. Ja, oh, laatste race? Ook laat, toch? Ik denk het. Half tien. Nou ja, Half tien avonds. Ja. Avond ja, ja. Oh. Nou, een er wel voor. Ja, met bourbon. Zo, moeten we nog werken. Wat was ons stijgen? Ai, hoor. Hoe dan ook. Uh, ik, ik heb echt ontzettend veel zin in weer. Want een maand lang wachten, midden in het seizoen moeten ze gewoon nooit meer ja, doen. Ja, slaat nergens op. Dus echt, echt nooit meer doen. Ik, ik werd er heel erg ongedurig on, on, on van. Maar ik zit even te denken, Miami, was dat vorig jaar nou een leuke race? Nee. Ja, ja, wel, was leuk. ja, dat was een erg Het, ja. Ja. Ja, het, was, het was echt leuk. Oh, en Leclerc, die op een gegeven moment was, 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 was een paar keer uitgevallen ook. Dus het was ook ja. wel mooi. Die kwam een beetje terug of zo. En Perez aan het vechten, Lewis aan het vechten, Russell was volgens mij nog aan het vechten. Het was echt wel een uh, ja. race hoor, eraan. Ja, nee, het is meer. Ik, ik dacht, je zei circuit. En het is gewoon op een parkeerplek. Maar het, is een beetje, het geeft voor mij een beetje dezelfde vibes als, uh, als Saudi-Arabië. Met die hele snelle bochten langs de muren. Maakt Peres dan kans? Dat is ook al, uh, wat zeg ook leuk. Maakt Peres dan weer kans? Nou, ja. ja, als we naar de boekmakers moeten kijken, wel. Oh, vertel eens. Wat, wat zegt de, de Toto-meter? Nou, ons, uh, onze partners van Toto, die hebben de, de odds voor Peres in het wereldkampioenschap even van 14 naar 7 aangepast. dus toch verdubbeld? Oh. 14 naar, naar, naar 7? Ja. ja. Voor het WK. Toto heeft er vertrouwen in. Ja. Hey. Nee. jij nog. <laughs> Ja, oké. Okay, wel een goede vraag, inderdaad. Uh, is, is, heeft Verstappen hier wel, wel meer kansen? Ja. Ik bedoel, vorig jaar uh, zat hij er goed bij. En ik denk dat dat dit jaar weer, uh, weer zo gaat zijn. Ja, Perez doet het hartstikke goed. Ik denk dat Perez ook echt bulkt van het vertrouwen. Mm het -hmm. uh, is wel weer een circuit he, waar de muren lekker dichtbij komen. Dus ja, ik, ik hoop gewoon op een leuke strijd tussen die twee. Um, want bedoel, als Max wegrijdt, vinden we niet leuk. En als Perez wegrijdt, dat vinden we in Nederland al helemaal niet leuk. Maar <laughs> laten we hopen op een mooi duel. En dat het niet weer uh, standje cruise control wordt uh, voor een van beiden. Nee, uh, als de Martin verwacht er toch misschien ook weer wat van. Het is warm en klam daar, geloof ik. Dus ik denk dat we van Mercedes ja, weer zo wel veel te stokken. Ik heb toch twee van die enorm lange rechtstukken daar. Oh. Ja, die zo'n nak. Nou het... In ieder geval, dat ene is, dat het een is niet echt een rechtstuk, maar dat is zijn bochten van, van niks. Ja, ja. Maar dat is wel heel erg uh, Saudi-Arabië-achtig. Die slingeren zo met die, die muren dichtbij. En daarom dacht ik, daarom voel ik het ook, dacht ik dat Perez misschien toch wel weer... Die, die is wat ja, wat meer safe in zulke... Um, die rijdt wat safe, wat ja. minder agressief in zulke omstandigheden. Als die muren hem opslokken, zeg maar. Dus wie weet. Nou, komen straks wel bij voorspellingen. Nou, voor, ga, uh, maar. Uh, nou. ga yeah? maar. Gooi er maar op. Oké, okay, dan Peres Winst. Oh. ja, ja, Daniel, ik hoop dat je je adresgegevens goed <laughs> ja, hebt afgeschermd. Oh. Ja, ik, ik heb ook niet nooit bijgezeten met, met die uh, Perez rent natuurlijk. Ik was gewoon altijd gewoon buiten de studio. Ik vond het altijd, uh, Peres, uh, schrijf ik niet af. Welkom dames en we bij het blog En dan, ja. Jij gaat hem even oh. inkoppen nu. Jij ja, moet nu bij de toto gaan werken. Ja, nee, nou ja, had, had het is minder geworden natuurlijk. Ik had, niet meer op, uh, ik had eerder op Peres moeten inzetten natuurlijk. Toen was het nog 13. Nou, ik denk Perez Verstappen en dan... Uh Hamilton. Hamilton. Oké. Okay. Heftig. Nee. Ja, nee. <laughs> ja, nee, ik zie Hamilton echt niet, uh, niet naar een podium rijden. Ja. Ferrari zit in de kwalificatie, gaat Leclerc er sowieso wel bij zitten. Ik denk dat hij een goede kwalificatieauto hebben, maar in de race gaat we toch verstappen, Perez en uh, uh, Fernando op, uh, op drie, puur omdat hij als rijder uh, wel echt een verschil kan maken op uh, technische circuits. Ik ga heel anders doen. Ik zeg Leclerc verstappen, Fernando. Zo. Ferrari wel... gaat een keertje terugslaan. Ja, nou, dan gaat hij met, met die 0,8 seconden tragere auto. Maar dat wordt ja. een gekke race Succes. met allemaal rare safety cars en rode vlag op het einde, waardoor je me gaat pakken. Ik loop net te zeggen even dat, dat PRS zoveel <laughs> kans krijgt. Hè? Ze, 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 nee, hallo, dat is zijn de statistieken. Dat zeg ik niet. Ik benoem alleen de statistieken. Maar ik zeg, het wordt een chaotische race. rode vlaggen. Leclerc wint verstappen tweede. Vanwege een of andere rode vlag, herstart hij wordt ingehaald. Uh, laatste ronde en uh, that's it. En Fernando derde je, je, je Spectakel. Echt, Amerika, ze hebt... ook. Je hebt echt een carrière gemist als handlezer. Dat kijk je wel. <laughs> de... Ja, dan <daarom lacht> nog. Ik ga Formule insight, uh, <laughs> ja, maar Formule 1 site. Kan ik ook dit soort <laughs> voorspellingen eruit gooien? <laughs> ook waar nou, ik, ik, ik ga echt vol voor verstappen. Want die gaat er geen twee wedstrijden achter elkaar. Het, uh, het, het kaas van het brood laten eten. Dat gaat niet gebeuren. Ehm. Um, Perez werd even op zijn nummer gezet. Die, die wordt derde. En ik denk Alonso uh, tweede. En dan, uh, dan, dan zijn de gemoederen weer even bedaard in de, in de stierenstal. Um, met dank, geweldig dat je hebt zitten kijken, zo lang naar, naar ons. Um, laat vooral je comments achter, eventueel ook over Cherry's jasje natuurlijk. Tot volgende week in het land waar zonnebrandolie plastic en natuurlijk een plastic jachthaven nog gewoon hartstikke normaal zijn. Michael ik